Tijdens bouwwerkzaamheden aan het Rokin in Amsterdam zijn deze week honderden eeuwenoude grafzerken gevonden. Een belangrijke vondst voor de geschiedenis van de hoofdstad. De grafzerken liggen namelijk op de meest heilige plek van Amsterdam. Volgens de overlevering vond in 1345 in de Kalverstraat een wonder plaats. Gelovigen uit het hele land lopen jaarlijks langs de plek waar het wonder zich voltrok. Een doodzieke man braakte in 1345 een hostie uit. Op zich niets bijzonders, maar het braaksel werd in dit pand in de Kalverstraat in het vuur gegooid. En toen het vuur uit was gegaan, bleek de hostie nog onbeschadigd. De hostie bleef zweven in de vlammen. Dat is het mirakel van Amsterdam en maakte de stad tot belangrijk bedevaartsoord. Die kapel was zo'n heilige plek, dat werd ook het middelpunt van een bedevaartsnetwerk. Daardoor werd Amsterdam vanaf dat moment een hele belangrijke pelgrimstad in Noordwest-Europa. En daarvoor is bijvoorbeeld ook de Heilige Weg aangelegd om al die pelgrims hier naar de kapel te leiden. Dus die kapel, dat is veel meer dan zomaar een kerkje. Dat is echt de heiligste plek van Amsterdam. Among Roman Catholics in the whole world, Amsterdam is known as the Miracle City. The Dutch capital has not earned this name on account of its permissive image, but because it has been a place of pilgrimage since the Middle Ages. Gezegend zij God. Gezegend zij zijn heilige naam. On the 15th of March in the year 1345, a man lay seriously ill in his house at the Kralver Street. Thinking he was about to die, he called for a priest to administer the last rites, including the Blessed Sacrament. The man became sick and vomited. This was thrown in the fire, but the next morning the host was discovered undamaged in the ashes. It was put into a box and taken by a priest to the present old church in the red light area. But on two occasions it miraculously made its way back, to be found in the house at the Kralver Street. This was the beginning of the tradition known in Amsterdam as the Miracle Procession, since people had taken it as a sign that they should spread word of what had happened. Some years later, a chapel was built on the site of the miracle. Thank you.
The veneration of this medieval miracle meant that Amsterdam became an important center of pilgrimage. People came from all over Europe to take part in the large and magnificent Amsterdam miracle procession. Among them the Holy Roman Emperor, Maximilian of Austria. That was in 1484. He granted to the chapel a golden chalice, a lead glass window in which the emperor featured, a large wax candle, and vestments for Holy Mass. A few years later Maximilian granted Amsterdam the use of his imperial crown on top of its city arms. This miracle procession came to an end in 1578. In what was known as Alteration, Catholics were no longer allowed to profess their faith by the intolerant Protestants. Catholic services were forbidden. Mass had to be said in secret, in illegal underground churches. But the people of Amsterdam kept the annual celebration of the miracle alive during the 17th and 18th century. In secret, at night, individuals kept on walking the route previously taken by the procession. In the 19th century, the French came to end the suppression of Jews and Catholics by the Protestants. In the year 2004, the first open daytime miracle procession since 1578 was held again in Amsterdam. Herdenken vele Amsterdammers het wonder met een stille omgang. Een lantaarn in de Kalverstraat markeert de plaats van het wonder. In het hart van Amsterdam werd in 1347 de Kapel der Heilige Steden gebouwd, om het mirakel van Amsterdam te eren. Het mirakel en de bouw van de kapel zetten Amsterdam op de wereldkaart. Het was het Heilige der Heiligen, de Nieuwezijds Kapel of Kapel ter Heilige Steden. Er lui las zich dienen, ois redden mijn hert. Zo redig van zinnen, zo redig van schmerz. Glijd via krenkheid. Woes heest niet geen krenk. Mijn nart is een elke, mijn nart is bij. Was geween, is geween, en ik stoor. Schoen aan jene joh, jene schoor. Wie snel verflikt, dat jinger glück. Om een ken is niet grappen, meer zorgen. Wat was geween, is geween, en is toch. Die kräften werden schwach, de haar werd groot. Man neet zich, man kleedt zich, men maakt zich scheen. Men uit die verhalen en de ziek komen we alleen. Wat was geween, is geween, toen is toon. De Nieuwezijdse kapel, zoals het in de volksmond werd genoemd, bestaat al lang niet meer. De middeleeuwse kapel die is in 1908 afgebroken. En toen is er niet eens de moeite genomen om er bouwtekeningen van te maken of de boel op te meten. Dus we hebben alleen maar historische brongegevens over hoe die kerk in elkaar heeft gezeten. Wenn ich geh umgehren, voorbij wenn es cool, gieß ich mit Tränen und Tracht von Amul. Wie der Jongitsch vermeuchel, sein Glück niet versteht,
ein Kinder zum Segel, is er schon zu spät. Was gewesen, ist gewesen, wenn ich tot. Die Kräften wären schwach, das Haar wird groß. Man näht sich, man kleidt sich, man macht sich schön. Men at die veranen met zich. Afgelopen week werd bij een renovatie van het huidige gebouw de oude vloer van de oorspronkelijke kapel blootgelegd. Naar schatting liggen er zo'n 700 graven in verschillende lagen. Tijdens de bouw kwam de oude kapelvloer tevoorschijn, waarin ooit honderden katholieken zijn begraven. Tot onze grote verbazing zit er niet een paar zerken, er zit gewoon een hele vloer hier. En die zerkenvloer vertelt voor ons de archeoloog een belangrijke geschiedenis van de kapel, maar ook van de mensen uit die tijd. Ja, je moet je voorstellen, dit was een hele gewijde plek voor mensen die het katholieke geloof aanhingen. Dus... Zie ik nu goed dat daar schedels liggen? Ja, naast die pilaar een trosje schedels zelfs. Een stuk of 4 of 5 en die komen onder deze kapotte grafzerk vandaan. De vondst is van grote historische waarde. En nu voor het eerst... In 2005 hebben we nu tastbare aanwijzingen over bijvoorbeeld de plattegrond van die kerk. Dit is de oudste grafsteen die tot nu toe in deze kapel is gevonden. Het jaartal staat hier, 1596. En dan staat ook hierboven wie er begraven ligt. Namelijk hier leidt begraven Aaf Pietersdochter, de huisvrouw van Gerrit Geurtse Doodshoofd. Nou, een toepasselijke naam is er niet voor een grafzerk. En kijk, de Doodshoofd hier in het steen gehouden. Na het aanleggen van een nieuwe vloer blijft een aantal graven zichtbaar. Iedereen is over eens dat hier geen funderingspalen doorheen kunnen. Dus er wordt nu gewerkt aan een nieuw bouwplan waarbij er een raamwerk hierbovenop wordt geplaatst. En er ook gekeken wordt of delen van die oorspronkelijke vloer, of die ook niet in zicht kunnen blijven en een onderdeel kunnen vormen van het nieuwe gebouw. Na een hervormde kerk komt er nu een spookhuis in. Wat was geween, is geween. Nicht tot.